allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En echt waar, ik ben zo blij dat ik weer vandaag kan vloggen. Het is heel lang geduurd wat mijn nieuwe vlog weer is online gekomen. En dat ga ik straks allemaal vertellen, daar heb ik lekker veel om te praten. Ik ben nu in ieder geval klaar, ik heb nog wel even mijn pyjama aan. Ik ga vandaag foto's maken en dat is voor onze Instagram en we gaan vandaag naar Antwerpen. Ik ben eigenlijk al laat, vandaar dat ik nu eigenlijk moet gaan haasten. En mijn camera is vannacht niet opgeladen, dus moet ik daar even overal een beetje tussendoor doen. En ik heb net mijn nagels laten doen, die zijn een keer zwart. Ik heb nog nooit mijn nagels zwart gedaan, maar het leek me wel echt een keer leuk. En ik had eerst nog een paars op mijn nagels. En toen dacht ik, oh, eigenlijk kan het wel. Want eerst zag ik dat mijn handen dan zo wit leken, maar op zich viel het echt mee. Dus vandaar heb ik nu zwart. Nou, ik heb heel erg veel zin om foto's te maken. Ik ga nu even al mijn tas in de auto laaien en dan ga ik rijden naar waar wij hebben afgesproken. En dan zie jullie mij dadelijk. Nou, ik zit nu in de auto en ik besef net dat ik mijn schoenen ben vergeten mee te nemen. Alleen ik ga nu echt niet meer terug, want we zijn al laat. Dus ik heb de schoenen die ik aan heb en nog een paar hakken. Dat is het enige wat ik bij heb, dus we gaan er wat leuks van maken. En anders knippen we gewoon onze tenen eraf. Wat ik heel even nu in het kort ga vertellen. Waarom ik even een tijdje niet heb gevlogd. Is niet omdat ik het niet leuk vind, want echt waar, vlogger, ik vind het zo leuk. Het wel is, mijn moeder heeft nu een nieuwe winkel geopend, wat ik ook eigenlijk allemaal had gevlogd. Alleen, het is zo druk geweest en ik help daar nu ook bij mee. En oh, het was echt gewoon zo hectisch en het is gewoon 50 uur per 55 uur, soms 60 uur per week werken. En dan ja, had ik gewoon echt niet de tijd om ook nog te gaan vloggen. Heel veel mensen komen naar me toe van ja, waarom vlog je niet meer? Maar het is echt niet alleen maar je dag filmen. Sowieso moet je echt de hele dag iets leuks doen, want ik ga niet filmen als ik op bed lig of weet ik veel. Dat vind ik niet leuk. Dus ik wil wel echt een hele dag filmen dat ik iets ga doen. En de afgelopen tijd is er gewoon echt weinig van terecht gekomen. Of het was dat we even lekker klaar waren werken en dat ik even met mijn vriend lekker eens even ging eten. En dan wou ik gewoon echt even rust, omdat ik zoveel had gewerkt. En dan is het ook wel even fijn om je rust te pakken. Dat is eigenlijk een van de redenen. De winkel die moeder heeft gekocht, de Zoet, dat is een taartenwinkel in Breda. Daar hebben ze taarten, cupcake, macarons, echt gewoon van alles. Dus het is echt heel erg leuk. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik ga er nou ook zeker vloggen nu het allemaal weer een beetje normaal is. Nu gaan we dus naar Antwerpen, omdat ik echt wel bezig wil zijn met Instagram, ga ik nu afspreken met Maxime. En we hebben allemaal locaties waar we dus foto's gaan maken. Dus ik heb er echt wel heel erg veel zin in. Wij gaan lekker op ons gemak rijden en dan zien jullie me daar als ik in Antwerpen ben. In ieder geval bedankt voor het kijken dat jullie nu naar mijn vlog kijken. En ik heb echt onwijs veel zin in deze dag. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om weer te kijken naar mij. Dus, oh, ik heb echt zin in. Dat is waar. Tot zo! Oké, ik ben echt serieus de domste persoon op aarde. Ik rijd gewoon helemaal naar de verkeerde plek wat we hadden afgesproken. Dus nu is zij er al aan het wachten en ik ben nu onderweg. Het geeft aan dat ik er over 10 minuutjes ben. Oh, en ik kan niet doorrijden, want het is zo iemand die sloom voor me rijdt. Maar ja, dat was het leven vandaag. Wij zitten in de auto. We zijn bijna in Antwerpen. Alleen we kunnen geen machinepomp vinden. Heel de weg al niet. En onze tank is leeg. Lekker op de reservetank. Lekker op de reservetank. Dus doe stoer. We gaan nu eerst naar Mooi. Daar gaan we. Dat is een soort restaurantje met allemaal bloemen. Dan gaan we de eerste foto maken. Yes. Maar leuk toch? Zeker. Ik heb een... Oh, ik ben tegen die auto aan. Linkerbaan met die lege tank. Wij hebben eigenlijk de auto geparkeerd en ik heb mijn bovenkantje aan. Want de foto waar we daar gaan maken zie je alleen de bovenkant. Dus hieronder heb ik nog even mijn pyjama broek aan. Lekker sexy. En jij hebt je kleren al aan, dat is beter werk. Alleen moeten we nog een toelopen vers lopen? 2 minuten. Oh, het is ijskoud. Dus wij gaan nu lopen en dan zien we ons lekker binnen in het gemak. Ja, denk ik. Ja, hierin. En hier is het dus. We moeten nu wachten tot deze wand vrij is. En dan gaan we daar foto's maken. Dus we gaan nu heel even alle mensen wegkijken. Met elkaar. En Maxime heeft lekker koffie besteld met bladgoud erin. Dus kom maar op, ik heb een koffie met jou drinken. Ik pak hem wel voor de foto. Dus hier gaan we een foto maken. En Maxime die heeft koffie besteld met bladgoud erin. Ik lust zelf geen koffie, zei wel. En die gaan we dus gebruiken voor de foto. Dat gaat er heel leuk uitzien. Even aan wat je deed, Maxime. Kijk deze wc, alles is roze. Ik ga echt zo'n hol mee naar huis nemen. Die gaat mee in mijn tas. En net zodra je dacht dat het allemaal voorbij was, zie je dit. Dit is echt een Instagram hemelwinkel. Nou, wij zijn klaar met foto's maken en wat een kuttent was dit. Als het geen tent was om foto's te maken, waren we al lang weggegaan. Ik ook niet snap van zo'n winkel. Heb je zo'n winkel helemaal roze, dan weet je dat er mensen komen van Instagram en dan kan je raar kijken als ze foto gaan maken. Echt, flik het op. Dus wij gaan nu de auto omkleden voor de volgende foto. En waar gaan we naartoe? Chess Claire, volgens mij heet het. En dat is ook lekker roze. Nou, we zitten nu in de auto en ik ga nu mijn setje nummer 2 aandoen. Dit is een setje van de Mango. En ik vind hem echt heel erg leuk. Heb ik eergisteren gehaald. En verder hou ik daar gewoon deze schoenen aan. Ja? Die heeft de dag van zijn leven.
Dus wij gaan nu even snel omkleden en dan gaan we door naar de volgende. Nou, we gaan weer op pad en ik heb even mijn haar losgedaan. Alleen je ziet wel mijn nephaar, dus ik moet even goed opletten. Wij zijn net twee bekende Nederlanders hier over straat. We lopen hier met de camera, half naakt en mijn zonnebril op en het is min 4. Ik heb een keer mijn haar een beetje anders gedaan, zo'n zijscheiding. Dus ik ben benieuwd wat leuk is. We gaan nu naar een cupcake winkel of taartwinkel. Ja, zoiets. En dan gaan we foto's maken. En daarna gaan we naar zo'n Chanel winkel, gaan we ergens voor staan. Maar in ieder geval ga ik nu stoppen met vloggen, want mijn haar moet ik even in model houden. Onze eclair. Wij zijn nu in een eclairzaak en Maxime wil even een leuke foto maken. Alleen het ging een beetje mis. Het leek niet echt in de snoepzaak stond, maar het leek al wel erg wel een grapje. En dan gaan we naar de volgende locatie. Deze tent ziet er zo leuk uit, kijk eens. Wat is dit? Wat ben ik hier nu? Man, Maxime is hongerig. We hebben een paar Chanel foto's gemaakt en daar heb ik dit setje van aan. Dat is van Crivaldi uit Oosterhout, waar ik al vaker dingen van post. De foto's zijn echt heel erg leuk geworden, echt heel erg leuk. En wij gaan nu naar de auto, gaan nog de laatste twee setjes fotograferen. En dan zijn we klaar voor vandaag. Goed nog eens leuk, meid. Zeker, schat. Altijd, ik zie helemaal jou. Nou, wij staan hier op een parkeergarage, alleen moet ik heel even mijn nephaar uitdoen. En omdraaien. Het is echt ijskoud en ik heb gelukkig de jas van mijn vriend bij. Ik ben net een Michelin poppenke. Het is echt koud. Mijn handen zijn helemaal bevroren. Oh, deze trouwens van haar was, maar nu met rode handen. En we moeten hier nog één ding fotograferen en dan zijn we klaar. Huh? Waar heb jij aan? Jij ziet er wel veel leuker uit als mij. Met een hondenfiets. Nou, wij zijn hier lekker in een heel drukke straat voor deze winkel foto's te maken. En hier staan de hele rij van mensen die ons aankijken. En daar. Maar het gaat goed, wel echt een heel leuke foto. En ik ben blij dat ik mijn jas weer aan heb. Dus ik zie je maar de buurt. En dan kunnen we naar de volgende. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Nou, ik heb lekker al een pyjama aangetrokken en Maxime is kapot. Wij gaan nu weer terugrijden naar Breda. Alleen eerst moeten we rechtsom. Ja, en eerst moeten we even de benzinepomp vinden, want we hebben nog steeds niet getankt en het gaat echt op oranje nu. En daarna gaan we lekker naar huis. Ik moet eigenlijk even mijn tanden bleken, dat ga ik aan jullie nog laten zien. En voor nu was het even gedaan, eerst even eruit zien te komen. Kijk even hoe leeg onze tank is en we hebben er eindelijk één gevonden. Wij zijn zo blij, alleen we hebben hier geen eten, dat is wel jammer. Dus meneertje, skiet up! Oké, kijk serieus deze foto's. My gosh! Nou, ik zit lekker in de auto. Maxime heb ik net bij de auto afgezet. En ik ben nu onderweg naar de Zonstudio Sparkle & Shine. Dat is waar ik ook mijn wenkbrauwen laat doen. Waar ik naar de zonnebank ga. En hun hebben we dus ook tandenbleken. En je hebt tevens al een soort tandenbleken. Al eerder heb ik een vlog gemaakt waarin ik mijn tanden heb laten bleken. En dat is een beetje een soort snellere manier. En dit is weer een manier dat is minder slecht voor je tanden. Het duurt wel wat langer. Je hebt wel resultaat. Maar daar gaat zij dadelijk al meer over vertellen. Maar dit is wat ik er nou een beetje van af weet. Oh, ik ben echt zo dood na vandaag. Het is toch best wel intensief om de hele dag foto's te maken. Ik ben wel weer blij dat ik het heb gevlogd, want ik heb het ook al een beetje gemist hoor. Omdat het, ja, ik was eigenlijk wel zo gewend en het is ook wel echt wat ik leuk vind. Het is eigenlijk niet dat ik denk van nou ik stop ermee, want ik vind er niks aan. Het is gewoon jammer, want ik vind het echt heel erg leuk. Alleen heb ik soms zo weinig tijd om het te doen. Omdat ik natuurlijk ook gewoon echt heel veel buiten dit ook werk. Nu ga ik in ieder geval lekker naar de zonneshow. Ik hou lekker mijn pyjama-pakje aan. Heerlijk. En dan ga ik vanavond lekker met mijn vriendje aan de bioscoop en even lekker samen eten. Dus lekker relaxed vandaag. En morgen ben ik eindelijk eens een keer een dag vrij. Kan ik even lekker uitslapen. Dan ben ik ook wel eens gewoon een keer aan toe. Hier liggen dus de spulletjes om daar mijn tanden te gaan bleken. En hier ligt de iPad. Wat je niet goed ziet. En daar moet ik dus alles in gaan vullen. En dan gaan we beginnen. En hier kan ik dadelijk zien hoe heel mijn tanden nu zijn. En hoe weet je dadelijk bevorderen. Even kijken. Welke is het? Ik denk S12. Nou, zo zijn, dit zijn mijn tanden dus nu, S12. En omdat het een miljoen best wel wit zijn, kunnen ze 4 tot 9 tinten witter worden. Dit is een veilige manier. Je kan het eigenlijk gewoon iedere maand doen. Er zijn ook mensen die dat gewoon iedere maand bijhouden, net als een zonnebank. En ik ga daar ook zitten in deze stoelen. Ik kan mijn eigen muziek erop aansluiten en ik hoef ook niet zo'n spreider in mijn mond. Ik krijg gewoon een pitje in. En dat spuit je vloeistof in en dan kan ik gewoon lekker relax zitten. Dus het is niet dat ik daar allemaal loop te kwijt en zo. Dus dat is ook wel ideaal. Nou, ik ga lekker zitten. Mijn muziek sluit niet aan, mijn telefoon is leeg. En ik ga gewoon even lekker een keer relaxen. Ik krijg nu een poetsvinger. En die moet ik nu even mijn tanden weer schoonmaken. Stap 1 van de behandeling. Nou, ik krijg mijn bril.
Jason. Oh yeah! Oh yeah! Say something to her. Holla at her. I got one question. Ik denk het witste of niet? Nou, zoals jullie net zien heb ik dus een hele witte tanden nu. En het scheelt ook echt best wel veel. En ze gaan even lekker opgefrist. Oké, ik zit heel raar te doen met mijn hand. In ieder geval, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En dit kan je dus iedere maand doen als je wil. Want het is totaal niet slecht. Heel, heel pijnloos. Want ik heb echt gewoon niks 0,0 gevoeld. En ik vind het eigenlijk wel lekker. Even weer lekker opgefrist. Ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Als eerst ben ik heel erg blij met mijn tanden. Want ik vind ze echt super wit. Ik heb voor licht en donker. Maar net kwam ik heel even de personal trainer van mijn vriend aangelopen. Ze hebben even heel erg gezellig staan kletsen. Hij krijgt vanavond wortel als avondeten, moest ik zeggen. Ik ga nu boodschappen doen en daarna ga ik even lekker koken. En verder gaan we nog alleen naar de bioscoop toe, want ik heb geen zin om te gaan uit eten. Ik wil even lekker thuis eten. En dat was het eigenlijk al voor vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Ik vond het zelf echt gewoon weer heel erg leuk om te doen. Want het is natuurlijk best wel een tijdje geleden als dat ik het heb gedaan. En ik ga gewoon weer veel vaker vloggen nu alle drukke dagen weer voorbij zijn. Ik hoop dat je het leuk vond om weer te kijken naar mijn vlog. Niet erg mij gemist hebben in ieder geval. En dan zie ik jullie zeker snel weer bij de volgende vlog. Doei doei, dankjewel.